Dit is Stefan van wetenschapsschool.nl. Welkom bij het introductiefilmpje over natuurkunde en scheikunde. Welkom bij de wetenschapsschool. In deze filmpjes ga je leren over de wetenschappen genaamd natuurkunde en scheikunde. En dit wordt ook wel afgekort als NASK. N-A voor natuurkunde, S-K voor scheikunde. Laten we het eerst eens hebben over dat begrip wetenschap. Het doel van wetenschap is te begrijpen hoe de wereld werkt. Voorbeelden van wetenschappen zijn dus de natuurkunde en de scheikunde, maar er bestaan ook een heel aantal andere wetenschappen, zoals bijvoorbeeld de biologie. En in dit filmpje gaan we de verschillen tussen die natuurkunde, de scheikunde en de biologie bespreken. Laten we beginnen met de scheikunde. Scheikunde gaat over stoffen. In dit vak bestuderen we de eigenschappen van deze stoffen en we onderzoeken wat er gebeurt als we deze stoffen met elkaar mengen. In sommige omstandigheden veranderen stoffen in compleet andere stoffen. Als dit gebeurt spreken we van een zogenaamde chemische reactie, een heel belangrijk begrip in de scheikunde. Tijdens zo'n chemische reactie kan er van alles gebeuren. Stoffen kunnen bijvoorbeeld van kleur veranderen, licht geven, verbranden of zelfs ontploffen. Tijd voor een aantal voorbeelden. Hier op de linker foto zien we een wit poeder, dat zien we hier aan de rand, genaamd kopersulfaat. En als dit witte poeder in aanraking komt met een beetje water, dat zien we hier, dan wordt het opeens felblauw. En deze kleurverandering is een voorbeeld van zo'n chemische reactie. En hier zien we de verbranding van een stof genaamd thermiet, dat onder andere wordt gebruikt bij het lassen van tramrails. En zoals je kunt zien, komt er bij deze verbranding heel veel licht en warmte vrij. En dan nu de natuurkunde. De natuurkunde gaat over de natuurwetten die in het universum werken. Nou, waar moet je nou aan denken bij natuurwetten? Nou, natuurwetten vertellen ons hoe voorwerpen bewegen en welke krachten er op deze voorwerpen werken. De belangrijkste onderwerpen van de natuurkunde zijn dus beweging en kracht. Bij beweging kan je bijvoorbeeld denken aan het opstijgen van een vliegtuig of het vallen van een steen. En ook de onderwerpen geluid, warmte en licht horen bij beweging. En dit komt omdat deze drie fenomenen worden veroorzaakt door de beweging van vele miljarden kleine deeltjes. En in latere hoofdstukken dit jaar zullen we hier veel meer over leren. Dan nog de krachten. De bekendste kracht is de zwaartekracht. De kracht die ervoor zorgt dat wij vallen richting de aarde. En andere bekende krachten zijn bijvoorbeeld de elektrische kracht, die zorgt voor elektriciteit. En de magnetische kracht, die zorgt voor magnetisme. En als laatste hebben we nog de biologie. Hoewel het woord natuurkunde het woord natuur bevat, heeft het weinig te maken met het leven op aarde. In plaats daarvan wordt het leven beschreven door de biologie. Nou, hier zien we dit nog een keer samengevat. We zien hier een lamp, dat hoort bij de onderwerpen elektriciteit en licht, dat zijn beide onderwerpen van de natuurkunde. Hier zien we een stof, dat heeft te maken met scheikunde. En hier zien we een plant, dat heeft te maken met het leven, dus met de biologie. Nou, tijd om nog een beetje te oefenen. We zien zo meteen een aantal foto's en het is jouw taak om snel te bedenken: hoort dit bij de natuurkunde, de scheikunde of de biologie? Hier zien we drie personen die aan het vallen zijn door de zwaartekracht. Dit hoort bij de natuurkunde. Hier zien we een gootsteenontstopper. Dit is natuurlijk een stof waarmee we te maken hebben en dat hoort dan ook bij de scheikunde. En hier zien we wat gras en wat wortels in de aarde. Dat heeft te maken met het leven en dat hoort dus bij de biologie. Nou, nog een paar voorbeelden. Hier zien we zogenaamde LED-lampen. Dat heeft te maken met elektriciteit en met licht. Dat zijn beide onderwerpen van de natuurkunde. Hier zien we verbranding van hout. Dat is een voorbeeld van een chemische reactie. Dat gaat er verstoffen. En dit hoort dus bij de scheikunde. Hier zien we een snaar van een gitaar die wordt aangeslagen. Die zorgt natuurlijk voor geluid en dat hoort bij de natuurkunde. Hier zien we kleine stukjes ijzer die door een magneet worden aangetrokken en magnetisme hoort bij de natuurkunde. En als laatste hier zien we een medicijn paracetamol in dit geval en medicijnen bestaan uit stoffen, dus in die zin zou je kunnen zeggen dat het hoort bij de scheikunde. Maar die stoffen worden natuurlijk opgenomen door het menselijk lichaam, dus je zou hier ook kunnen zeggen dat dit hoort bij de biologie. Nou, laten we de leerdoelen van deze paragraaf nog even samenvatten. Ten eerste, zorg dat je weet dat scheikunde gaat over de eigenschappen van stoffen en wat er gebeurt als we die stoffen mengen. Zorg dat je weet dat de natuurkunde gaat over de natuurwetten. Deze wetten vertellen ons hoe voorwerpen bewegen en welke krachten erop werken, dus beweging en kracht. Bij krachten kan je denken aan de zwaartekracht, de elektrische kracht en de magnetische kracht. En geluid, licht en warmte wordt veroorzaakt door de beweging van die vele kleine deeltjes. Dan zorg dat je weet dat de biologie gaat over het leven op aarde. En als laatste, en dat hebben we net geoefend, zorg dat je weet welke onderwerpen behoren tot de natuurkunde, de scheikunde en de biologie. Nou, dank voor het kijken en ik zie je in het volgende filmpje. En natuurlijk even abonneren op mijn kanaal. Tot ziens.